Wethouder Fleur Spijker van Ruimte en Wonen. Wat was uw eerste gedachte toen u dit plan zag? Ja, toen ik in aanraking kwam met dit plan, dacht ik, goh, dat ziet er wel echt goed uit. Tegelijkertijd dacht ik, goh, dat is ook best spannend voor Leiden. Maar vooral, en dat werd natuurlijk ook wel in het filmpje getoond, de 7 beloftes die ook in dit filmpje zitten. Dus qua mix van woningen, duurzaamheid, de voorzieningen, het park wat wordt aangelegd, de mobiliteitsopgave. Ja, dacht ik, dat sluit eigenlijk naadloos aan op ons beleidsakkoord. En Red Company die hierachter zit, ja, is ook echt een enthousiaste groep. En ook daar heb ik eigenlijk volledig vertrouwen in. Pak even de microfoon terug. Maar nou bent u wethouder. Met welke criteria beoordeelt u dan dit plan? Hoe kijkt u daarnaar? Gaat het om het aantal woningen? Gaat het om de hoogte? Om wat het toevoegt aan de stad? Wat is voor u belangrijk? Nou, laat ik zo zeggen, we staan echt aan het start van dit proces. We zijn nu aan het inventariseren. Dit is een startbijeenkomst. En ja, we gaan nu eigenlijk een heel traject in van participatie. En dan werken we toe en op de borden ook achterin valt te lezen hoe we dat proces gaan doorlopen naar een zogenaamde nota van uitgangspunten die in de raad gaat komen. Dus het besluit is nog niet gevallen. We zitten echt helemaal in de start. U vroeg naar mij naar mijn eerste indruk. Inderdaad kijk ik natuurlijk wel vanuit het beleidsakkoord. Want ja, daardoor, dat zit als het ware in mij. Daarom hoor ik ja, uiteindelijk ook het plan op te beoordelen zelf als ik het voorleg aan de raad. Of in ieder geval het college gaat dan als eerste een besluit daarover nemen. Tuurlijk is hoogte ook relevant. Maar we kijken hier juist ook ja, naar de toevoeging van de woningenaantallen in Leiden. We hebben een opgave van 8500 woningen. Zoals laat maar zeggen, de gebouwen nu worden geschetst, kunnen daar 500 woningen in komen. Dat is een mooie mix van sociale woningbouw en middeldure huur en koop. En dat is zeker een pre. En als het dan ook nog eens groen is, met laat maar zeggen, ook aandacht voor de omgeving. En de positionering van de gebouwen zodanig dat het eigenlijk zo min mogelijk hinder voor de omgeving oplevert. Ja, daar word ik op zich als wethouder natuurlijk blij van. Althans, dat stemt mij positief. En nou denken een hele hoop mensen in de zaal, nou dat is heel fijn, een blije wethouder voor ons. Maar die zijn misschien ook wel een beetje bang dat als de wethouder zo blij is, dat van de inspraak niet zoveel terecht zal komen. Nou ja, dat is een terecht punt, denk ik. Wat ik ook al zei, ik sta er heel open in. Ik weet ook dat we in Leiden tot op heden ook een paar keer een plan hebben gehad, in ieder geval het recente verleden, waarin hoogbouw in één keer op zoveel weerstand stuitte, ja, dat je eigenlijk niet eens meer aan het gesprek toekomt. Dus ik vind dat ook spannend. Maar ik heb aangegeven dat ik de participatie juist hier heel, heel belangrijk vind. En daarom hebben we er ook voor gekozen om nu al in het begin in deze setting ook input op te halen. En ik wil daar heel serieus naar luisteren. In die zin is wat er voor ligt natuurlijk ook behoorlijk concreet. Maar de ervaring leert ook dat je op die manier in ieder geval ook goed het gesprek met elkaar kan aangaan. Maar het ligt niet vast. En de architect Nanne de Ruy kan daar ook meer over aangeven. En zal daar ook meer over aangeven wat de mogelijkheden zijn. Fijn, dank u wel. U bent de hele avond nog aanwezig om te luisteren. Dus mensen kunnen je ook nog even aanschieten om nog even wat te vragen. Ja, uiteraard zelfs heel graag. Ik nodig u alle uit. Ja, niet allemaal tegelijk, want dat kan ik niet aan. Maar in ieder geval waar er punten zijn die, laat maar zeggen, in het project meegenomen kan worden. Maar ook punten van zorg in het proces. Geef dat aan mij aan, want dat neem ik dan ook weer mee terug. Nou zag ik de meneer, die wou meteen wat vragen. Dat stond niet op de agenda, maar laten we het toch even doen. Kort. Ja, mijn naam is Posten, maar ik woon hier in de buurt. De wethouder zegt, er ligt nu een plan, dat gaan we toetsen aan een nota van uitgangspunten. Maar ik kan me voorstellen, mezelf oud gemeenteraadslid, dat er al een aantal uitgangspunten zijn aan de hand waarvan zo'n ontwerp gemaakt wordt. En daar hoor ik niets over zeggen. Ik wil even weten hoe het met de bestaande hoogbouwvisie zit. En welke nota van uitgangspunten heeft u meegegeven als college, want ik ben een bepaalde opdrachtrelatie met de projectontwikkelaar en met de architect aangegaan. Het lijkt me toch goed om daar iets meer over te weten. Ja, we gaan er niet over in discussie, we gaan wel even een antwoord vragen als u dat goed vindt.
Ja, uiteraard wil ik dat verduidelijken. Dan heb ik me denk ik niet duidelijk genoeg uitgelaten, want we staan hier nu echt in het begin. Dit is een initiatief van een derde, zoals we dat noemen in de gemeente. We gaan nu, we halen op, we gaan een participatietraject in en we werken toe op enig moment naar de nota van uitgangspunten en die komt in de raad. Dus we hebben nu nog niks getoetst, hè? En juist dan, want als wij al getoetst hadden, dan hoef ik in feite te kijken. Ik sta hier helemaal bleu. Ik heb wel mijn eerste indruk, maar dat is vanuit mezelf. En ik sta hier om ook van u te horen hoe u erover denkt en wat u ervan vindt. Dank u wel.